FC Dordrecht verloor vrijdag van MVV Maastricht. Op het allerlaatste moment scoorde Sven Blummel van MVV het enige doelpunt van de wedstrijd. Het betekent dat de schapenkoppen voor de negende keer op rij niet wisten te winnen van de voetbalclub uit Limburg. En omdat FC De Bos vrijdag heeft gewonnen met 7-0 van Rode EC, bungelt FC Dordt nu echt onderaan de Divisie. Het verlies valt samen met het nieuws van het vertrek van je trainer Jan Zoutman. Die zou niet gediend zijn van uitingen van algemeen directeur van de club Hans de Zeeuw tijdens de wedstrijd tegen FC De Bos vorige week. De Zeeuw zegt dat dit hem overviel en dat ze pas eind april over zouden communiceren. Echter heeft hij al een nieuwe trainer op het oog. Volgende week speelt FC Dort tegen Excelsior.